Niet naar de kak, nee. Wat is dit nou weer? Kijk, joh. Ja, hier, kijk, de notenboel. Nou, het stinkt wel een beetje, nou, maar niet echt naar de kak, hoor. Gewoon een beetje mest. Dus je moet nu kijken. Je wordt rood. Ja, bedankt. Eikels. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Ik ben Aaron en ik vind dat het hier in Katwijk heel erg naar kak stinkt. Maar ik weet niet waar dat vandaan komt, dus dat gaan we voor jullie uitzoeken. De laatste dagen stinkt het vooral in Katwijk naar kak. Oh, ja, nou, dat merk ik niet zo. Ik kom niet uit Katwijk, dus ik zal het niet weten. Nee, niet dat ik weet. Nee, nog niet. Ja, als ik het ruikt zou ik je bellen. Oké, is goed. Mijn nummer is 0611 en de rest... komt vanzelf. Bedankt. Ik denk niet dat dat hem is. Vinden jullie het in Katwijk ook de laatste dagen heel erg naar kak ruiken? Ja. Kort, maar krachtig. Niet opgemerkt meer. Niet opgemerkt meer. Nou inderdaad, nou je het zegt. Het is niet de Rijnsburg. Want u rook in de zanderij heel veel kak. Ja. Ja, dat doe ik ongemakkelijk. Moet je knijpen? Woon je in de zanderij dan? Ik woon niet in de zanderij. Geluk. Naar kak. Kat? Kak. Nee, ik niet. Het lijkt wel of niemand het ruikt. Hé, hey, wat praat je over G? Duidelijk. De meeste mensen in Katwijk vinden het helemaal niet naar kak ruiken hier. Terwijl jullie op Insta hebben gezegd dat jullie het wel naar kak vinden ruiken. Waardoor denkt u dat deze kaklucht in Katwijk komt? Corona. Door corona. Katten. Kak. Kak. Ik denk van de honden. De honden? Ben jij het misschien die zo naar kak ruikt? Ja, niet naar de kak, nee. Wat is dit nou weer? Kijk, joh. Ik denk door het mesten. Nee, hier is het ook niet. Meneer, zou ik een gratis pistasnootje mogen? Tuurlijk. Gepeld of schudden? Gepeld. Ook niet bij het gemeentehuis. Vinden jullie het hier ook zo naar kak ruiken? Ja, behoorlijk. Heel erg. Nou, ik kom hier nooit zo vaak, dus dat zou ik niet weten. Dankjewel, de notenkraam, de... Bokser. Haha, zo fix je gratis eten. Oh nee, dit is de eerste keer dat ik in Katwijk ben. Waar komt u vandaan dan? Ik kom uit Groningen. Groningen? En door al die boerderijen en al die grote landen, ruikt het daar ook naar kak? Ja, regelmatig, maar dat vind ik helemaal niet erg. En dat komt door? Ja, de koeienstront, hè. Komt het hier dan ook door koeienstront? Het ruikt hier wel echt naar kak. Ik voel gewoon dat het dichterbij komt. Vind jij het hier ook naar kak ruiken? Naar poep? Hij begrijpt dat niet. Deze mensen leven ecologisch. Dus misschien strooien zij wel hun eigen kak. Vindt u de laatste tijd in Katwijk ook zo erg naar kak stinken? Het stinkt hier enorm naar kak. Waar komt dat vandaan, denken jullie? Van het veld hier. Van het veld hier. Ik wil graag mijn huis goed ventileren, maar als ik dat doe, dan ruikt heel mijn huis naar kak. En waarom denkt u dat het hier nou zo naar kak ruikt? Ik denk omdat ze ergens hebben lopen mesten. En waar denkt u dat dan? Daar. Er was hier een tractor en die was hier aan het gieren. Dus dan strooien ze mest over het veld. En waarom doen ze dat, denkt u? Om het land vruchtbaar te maken. Waarom doen ze dit? Ja, gewoon om ons te pesten natuurlijk. Ik vind het niet zo erg naar kak ruiken. Ja, kattenstront misschien. Ben jij het misschien die het hele veld heeft ondergekakt? Nou, ik denk niet dat het katten zijn. Ik denk dat het gewoon irritante boeren zijn. Dat is gevoelig tegenwoordig. Omdat het hier zo erg naar kak ruikt, heb ik voor jullie allemaal een knijper. Ik ben wel wat gewend met kinderen. Hier, een knijper voor u en een knijper voor jou. Nou, dan zet ik hem op, want hier is het wel heel erg. Ik kan dit niet met één hand. Het is hier wel heel erg stankachtig. Nou, we hebben een mail gestuurd naar de gemeente Katwijk. Waar die kak in de lucht nou vandaan komt. Die konden ons niet vertellen waar het vandaan kwam. Maar ik weet wel zeker dat het hier vandaan komt. Oh, wat is dat vies bitter zeg. Wil je deze plopkap nou winnen? Dat kan. Het enige wat je moet doen is een leuke reactie achterlaten.